Heb je gewoon een eigen kerk? Ja, het is niet echt onze eigendom natuurlijk, maar wij hebben wel de sleutel. Dus als er iemand de kerk wil zien, dan moeten ze bij ons komen aankloppen. Mag ik eens de klokken luiden? Ja, dat mag, ja. Aha. Kom, we zijn weg voor dat hele dorp hier staan. Ja, ik denk dat dat het beste is. Ik ga naar boven om te trekken. Kom maar, Ringo. Je is getrakteerd. Waar hebben jullie mij mee naartoe gesleurd? Dat is hier Le Claps. Dat is een rots die is afgeschoven. Dat is in grote rotsblokken uiteengevallen. En dat is al een plaats waar wij graag tot rust komen. Zo. En wij denken hier dan vooral mijn pa. Heeft dat maar één keer kunnen zien. Is maar één keer naar Frankrijk kunnen komen. En een maandje daarna is hij gestorven. En het stoorde hem wel mateloos dat hij niet heeft kunnen helpen en zo, dat hij er kracht niet meer voor had. Maar hij heeft gelukkig al jullie huis gezien. Ja. Wie is er jullie wel komen helpen? Ach, veel vrienden eigenlijk. En we zijn er enorm dankbaar voor, want soms hadden we die hulp wel nodig ook. Ik zat er meestal alleen en bij zware werken zo had ik soms wel een handje tekort. Jullie hebben maanden moeten werken om die opening te halen. We hebben 7 maanden... intensief eraan bezig geweest. Zo. En eind april hadden we onze eerste gasten. En dus tot de laatste moment was ik nog bezig de gordijnen aan het strijken en die aan het ophangen. En zo. En dat was ochtends nog, voor de mensen naartoe kwamen. Ja, dat was zo'n kwartier voordat de mensen aankwamen. En zo moesten we dat echt nog allemaal vlug. Ligt het allemaal wel even, ligt het allemaal goed. En, maar ze hebben er niks van gemerkt en ze waren allemaal super content. Dus. Hoe lang is het nu geleden dat je het huis gekocht hebt? Dat is nu 2 jaar bijna. Dat was op 13 juli 2006 hebben we dat gekocht. Ja, en wat heb je ervoor betaald? €165.000. En dan moet er nog de verbouwing erbij rekenen. Dat is zo een goede €50.000 nog erbij. De laatste 2 jaar is de huizenmarkt hier wel wat gestegen in prijs. We hebben echt wel wat geluk gehad. Ja? Ja? De mensen moesten het te dringend van de hand doen, want zij hadden ook een ander huis gekocht en zo. En, we waren op de juiste plaats op het juiste moment. Ik heb mij nieuwsgierig gemaakt, mannen. Ik ga eens kijken. Okay. Blijf rustig zitten. Ik zak wel af. Het mag hier dan al prachtig zijn. De dorpjes liggen toch telkens een eindje rijden. Dus ik vraag me af of het vastgoed hier dan ook nog een pak goedkoper zou zijn dan bij ons. In het nabije Marignac-en-Diois vind ik een huis met een tuin en 4 slaapkamers voor €180.000. Dit huis heeft 4 slaapkamers en een kleine tuin. Staat te koop voor €180.000. Ringo en Jan betaalden hun huis 2 jaar geleden €165.000. Dat is een lager bedrag voor meer ruimte. Maar moest nog gemoderniseerd en gerenoveerd worden. Dit huis is instapklaar, compleet gemoderniseerd. Maar de droom voor een chambre d'hôte moet je hier wel laten varen, volgens mij. In Luc-en-Diois vind ik nog een huis met 2 slaapkamers voor €138.000. En in Meneer tenslotte nog eentje met 2 slaapkamers voor €123.000. En dat is tegenwoordig voor een huis dan toch geen geld meer. Jullie zitten hier vrij geïsoleerd met de boeren buiten. Is dat voor jonge gasten niet frustrerend soms? Nee, dat is niet frustrerend, maar wie weet waar ons leven ons naartoe brengt. En misschien over 10 jaar zitten we ergens anders of zo. We zien wel. En de mensen rondom jullie hier, zijn jullie meteen aanvaard geweest? Of, want ja. Jullie zijn ook 2 mannen die Klopt. Samenwonen.
zijn veel beter ontvangen dan we ooit hadden durven dromen. Ja, want iedereen had wel gezegd, en vooral de Fransen dan, van als je in zo'n klein dorpje gaat wonen, moet je toch wel opletten. Maar de mensen zijn heel joviaal, zijn zo blij dat er toeristen komen en zo, dat wij die hier brengen en dat ze hun streek kunnen delen met hen. Daar zijn ze zo trots op. En stel dat je nog een beetje mag dromen, wat zouden jullie nog graag doen? Nog één keer opnieuw beginnen? Misschien wel, ja. Ja, toch nog geen verbouwing, zo, ja. Maar wel hier de streek blijven. Ja, niet buiten Frankrijk. Niet buiten Frankrijk en zelfs niet buiten de droom, denk ik. Want het is hier echt wel een droom. Het is een droom, hè? Het is een droom, ja. Dank u. Alsjeblieft. Santé, op een goed leven in Frankrijk. Dank u wel.